bij de Live and Cooking Awards. Mag ik even zeggen dat... Gaat goed, Imka? Oh, lekker schat. De genomineerden, de zenuwen, die voel je hier bijna. Want ja, wie gaat hem winnen, die andere vier awards? De eerste is er al uit, is naar Gerard Joling gegaan. Ja, voor de entree award. We moeten even zeggen dat Oostblok heeft niet kunnen stemmen. Dus Glennis Grace maakt nu een kans. Bij Op de Glamour Award is dat, hè? Ja, ja. Gaat tijd worden, darling. De categorie die nu komt, daar verheug ik me persoonlijk zeer op. Want het is de categorie lekkerste hapje. Nou vraag ik me af, Irene Moors. Als jij had mogen kiezen tussen deze heren die u niet in beeld ziet, welke had je dan gekozen? Oh, dat vind ik zo moeilijk. Nee, dat... Nee, nou, kijk, Gerard valt af, hè? Robin komt meteen in beeld. Die heb ik al een tijd niet gezien. Ik kom even snel met je zoenen zo, hoor. En de rest, ja, dit ziet er natuurlijk allemaal schitterend. Kijk, Tess Kees. Ik weet niet eens hoe die echt heet. Volgens mij... Nee, hij heet Olaf, volgens mij. Ja, nee. Olaf. En nee, Raymond. Raymond, ja, die hoort natuurlijk ook helemaal erbij. En Gerard, ja, echt, die ziet er toch weer... Nou, hij doet zo. Gerard! Wat zeg je, Gerard? Voor jouw leeftijd zie je er zo schitterend uit. Ik ben nog maar 61, het valt er wel mee. Let u vooral op de nieuwe entourage van Gerard, want hij heeft zich even snel opgekleed. Ja, wat ik ook zo leuk vind, en dat meen ik echt, is dat al onze artiesten die hier zitten hiervoor gewoon meedoen aan het live en cooking gevoel. Want je hebt natuurlijk ook artiesten die zullen kunnen zeggen van, je luister, daar voel ik me toch goed voor. En ik vind dat een applaus waard. Lieve mensen, zonder jullie zijn we helemaal niet. Nu gaan we naar de categorie Lekkerste Hapje. Genomineerd in de categorie Lekker Hapje. Robin van Idols 2. Van Langelee. Testcase. Raymond. Raymond doet als hij het lekker maakt. En wat dat betreft is het de goede acteur. Inderdaad, Irene. Remco. En Gerard Joling. En Cooking Awards. Dit is werkelijk een hele spannende categorie. En ja, ik zou er nog wel uren naar willen kijken naar die tafel. Carlo, wat jij? Heeft er nog iemand iets leuks te melden? Gerard altijd, toch? Gerard altijd, hè? Ja. Kan jij, want jij speelde bij ons die foute kok, hè? Kan je nog eens één keer heel fout de kamer in kijken? Even zo heel fout. Maar ja, Remco deed ooit alsof hij het ging overnemen van Rudolf. En uiteindelijk kwam Rudolf zelf binnen. Ray. Ja. Ja, champagne is heerlijk. Ja. En de spieren vinden de dames... Als Raymond binnenkomt, dan wordt die zaal afgebroken. Ja, zou je eens mee moeten maken? Nou, dat vind ik ook niet zo gek, hoor. Hoe is het met jou? Zing je nog? Ja. Oh, je acteert ook, heb ik gehoord, hè, nu? Okay. Waar is dat dan in? Hotnieuws.nl. Oh, ja, dan kijken wij er altijd. Altijd, ik ben ik heb het gezien. En Testcase, we waren je even kwijt. Waar ben je al die jaren gebleven? Ik ben verhuisd. Oh ja, echt waar? Ik ben naar het programma gelijk ondergedoken. Tot niet meer op straat, hoor. Nee. Maar goed, nu dan het moment. Irene, het lekkerste hapje. De kijkers hebben besloten. Bepaald. Ja, wij absoluut niet. Daar gaan we. De winnaar van de Live and Cooking Award in de categorie Het Lekkerste Hapje is geworden... Raymond! Gefeliciteerd. Ja, perfect. Schitterende award. Nou, we spraken los. Nou, zet hem even neer en je hebt geluid, bedank je hebt geluid. Iedereen die in je opkomt. En niet te lang. Ik wil even iedereen bedanken. Thuis en hier in het publiek natuurlijk. Carlo en Irene. Ik heb er geen woorden voor. Top. Raymond, nou, wij vinden jou ook toppie, hoor. Ja, toppie. Ja. Toppie. Dankjewel. Je mag met Marjolein mee. Ik ga gelijk mee. Carlo, moet jij iets in die microfoon doen? Want het is zo niet glamorous. Nou, weet je, ik verheug me op het moment dat Marijke Helwegen hier staat en dan dit gaat maken. Dat verheug ik me op. Ja. Daarom hebben we hem gemaakt eigenlijk. Is hij daarom zo laag? Ja, nee, ja, je weet het niet. We moeten het misschien zo gaan doen. Gerard praat heel hard, want hij heeft het nu natuurlijk een beetje zwaar. Want deze award ging aan hem voorbij. We gaan door, want in 5 jaar Live and Cooking hebben we een hoop meegemaakt. Maar waar heel veel mensen over spraken de dag daarna was Hou van Holland. De persiflage op Willem-Alexander en Maxima, die een tour maakte door het land. Hè? Dat hebben we gedaan en we hadden nooit eigenlijk verwacht dat dat zoveel los zou maken. En hoe begon het ook alweer, Irene? Nou,
En dan de leader. En dan de leader. Ja, maar ik wil even zeggen dat het zo moeilijk was dat we om de mooiste momenten te pakken, dat we er een paar hebben kunnen pakken. Ja. Uit al die uren bijna Hou van Holland hebben we hier iets samengevoegd waarvan we hopen van, ach ja, wat was dat eigenlijk leuk. Hou van Holland.